Je rijdt je tijdrit vandaag. Verwacht je dan op voorhand dat je het podium nog op mag? Ja, niet als beste tijd, maar wel misschien als beste clubrenster. En beste clubrensters krijgen de strijdlust. Dus dat was ik toevallig vandaag. Ja, dat is een mooie. Hoe heb jij de tijdrit vandaag hier beleefd? Want het was één stuk rechtuit eigenlijk. Ja, ja, ze zei het wordt steeds zwaarder en de bochtjes moet je goed opletten. Ik dacht van, nou ja, het wordt steeds zwaarder, ik draai de dijk op, ik dacht van, dat fix ik wel even. Ja. Maar het werd echt met de kilometer zwaarder en zwaarder, dus het was flink afzien. Ja, een mooi begin van de ladies team. Ja, zeker. Okay. Ja. Hoe kijk jij verder richting deze week? Wat zijn jouw verwachtingen? Want ja, je bent nu clubrenster, maar je bent eigenlijk ook de stappen hoog op aan het doen, toch? Ja, ik heb inderdaad volgend jaar contract getekend bij Rietgen, deze ploeg. Mm-hmm. En ja, ik verwacht verder, ik hou me nu een beetje rustig en dan echt voor vrijdag en zondag daar knallen en goed blijven. Goed, en dan een goed klassement rijden. Ja, ik hoop die twee dagen te kunnen laten zien verder.